Nou goed, ik vind het altijd een hele interessante manier van de sport benaderen via de, ja, via de cultuur. Dus die combinatie sport en cultuur. Hè? Dus de sport bekijken door het oog van de kunstenaar. Sport is natuurlijk als vrije tijdsbestedingen onlosmakelijk verbonden met de maatschappij en dus cultuur. En sport inspireert ook kunstenaars. Fotografen zijn schitterende literaire romans verschenen over sport. Beeldende kunstenaars worden daardoor beïnvloed, maar ook de cinema. Dus wij dachten om op die manier een sportfilmfestival te gaan maken voor Rotterdam. Dat die combinatie sport en cultuur daar een heel goed uitgangspunt voor zou zijn. En dan kan je aan de bak. Dan moet je natuurlijk nog die films erbij zoeken. Wat zijn films voor jou die ook gaan draaien dan? Waarvan jij het gevoel hebt van nou, dat is echt een artistieke manier om kunst te belichten? Ja, waar ik zelf gelijk in de eerste plaats aan denk, omdat ik een man uit de wielersport ben, is Sunday in Hell. Van Jurgen Letters, een Deense filmmaker. Dat is eigenlijk een sporthistorische documentaire over Parijs-Roubaix. Maar op zo'n manier gedraaid dat je normaal gesproken nooit tijdens de rechtstreekse televisieverslaggeving ziet. Maar dat is echt door een cinematograaf gedaan. En dat levert prachtige beelden op. Het is echt eigenlijk gewoon een speelfilm, een reality speelfilm, maar dan wel met echte kunstzinnig mooie plaatjes. Nou, wat je nu zegt, dat is natuurlijk een film die is al enige tijd oud. Jullie hebben een heel divers programma. Hè? Het is oud en nieuw, alles door elkaar, of niet? Speelfilms, documentaires, wat is het eigenlijk allemaal? Ja, nou, inderdaad sporthistorische documentaires hebben. Een van onze partners is Andere Tijden Sport, het televisieprogramma wat gemaakt door NOS VPRO. Daarin komt ook het aspect naar buiten wat bepaalde sportwedstrijden voor de samenleving betekenen. Hè? Of in de historische context. Ook een hele mooie, uitgangspunt. Hele moderne sporten voor moderne jeugdlifestyles. BMX, het skaten, het freerunnen wat tegenwoordig heel populair is. En waar toch ook een generatie van jongeren die veel handiger zijn met allerlei soorten media. Die dat allemaal met een telefoontje vast weten te leggen en gelijk online op YouTube zetten. Wat eigenlijk ook echt verbazingwekkende mooie beelden oplevert. Je hebt, ik neem aan dat je enthousiast bent over het programma. Denk je dat het echt 3 dagen knallen wordt in Rotterdam? Want het is gewoon 3 dagen. Ja, er is zoveel voorhanden. Dat je echt, we zouden bij wijze van spreken 3 weken kunnen programmeren. Maar de intentie is toch dat we, mocht alles naar wens verlopen, dat we er een meerjarenvisie of een meerjarenplan van maken. Dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Dus de selectie is niet het probleem, want er is echt genoeg materiaal voorhanden om dat in 3 dagen tijd netjes uit te programmeren. Ik heb nog 2 vragen. 1. Past een sportfilmfestival juist bij Rotterdam, vind je? Ja, omdat Rotterdam staat natuurlijk landelijk, zeker bekend als de sportstad eigenlijk. Althans, dat hoor je veel mensen zeggen. En een hoop iconische sportmonumenten vinden hier plaats. Hè. Enorm veel grootse, internationaal belangrijke sportevenementen. Maar nu is het juist leuk om dat dan eens door het oog van de filmmaker te beschouwen. Wat zoiets dan ook aan kunstplaatjes oplevert. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cameraman Rob Hotselmans. Dat is ook niet toevallig een Rotterdammer. Hoe hij sport in beeld brengt, dat is op een manier waarop je normaal gesproken die je nooit meekrijgt als je op de tribune naar sport zit te kijken. Maar hij heeft dan, hij kijkt echt met het oog van de kunstenaar naar sport en brengt die dingen zo mooi in beeld. Dat juist is een keertje fijn is ook voor de mensen die de sportliefhebbers met culturele interesse om daar een programma voor te bieden. Dat is het laatste waar ik heen wil eigenlijk. Het is een sportfilmfestival, maar het is meer dan film alleen. Er komt ook een talkshow. Deze Rob Hotselmans, die cameraman, die gaan jullie ook interviewen voor publiek, dat soort dingen. Het is meer dan alleen film. Ja, elke dag is er ook bijvoorbeeld een ruimschoots randprogramma. Met daarin een centrale rol voor de talkshow. De talkshow zal worden geleid door gastheer Wilfried de Jong. Dat is natuurlijk een programmamaker, televisiemaker die al zijn hele leven zich begeeft op het raakvlak van sport en kunst. Dus Wilfried zal elke dag de sleutelfiguren in de prominente films die dag op het programma staan, zal die ontvangen. Daarin kunnen ook bekende sporters te gast zijn of juist de filmmakers, literatoren.
andere aanspraken, mensen die daar ter zake kundig zijn. Dus dat moet ja, in de geest van wat hij vroeger met Hollandsport gedaan heeft. Of bijvoorbeeld destijds op het internationale filmfestival met zijn late night show elke avond. Ook een interactie naar levende muziek en allerlei soorten cultureel randprogramma. Dat het heel breed, mooi programma oplevert.